Een andere tactiek! Vrienden van Damme, we zijn dinsdagavond. We hebben net het toernooi gedaan in Dark Shop Madhouse in Dendermonde. Je hebt gewonnen de A-finale proficiat. Niet de minste gekomen, Mike de Dekker. Hoe voelt dat? Fantastisch. Als je zo iemand kan verslaan, zeker in de finale. Ja, zeker weten, want je moet het toch wel zeggen, Mike, ja, misschien van de Belgen op dit moment toch een van de besten eigenlijk op de tour. Het is niet de eerste keer dat je hem klopt, hè? Heb je een succesformule waardoor dat lukt tegen Mike? Toch niet? De dubbels vinden gewoon en de high climb. Ja, oké. Okay. Rune, waarom dat wij een videootje opnemen? We hebben zo net, begin deze week, onze vierde aflevering van de podcast Double Top opgenomen. En normaal gezien doen we altijd met onze centrale gast een quiz. Maar Erik Larijs, die doet dat niet zo heel graag. Die wou dat liever doorschuiven. En ik dacht, waarom niet Rune? Om jou terwijl dan ook wat met een extra videootje in de picture te zetten. Om een quizje met jou te doen, waarbij dat we een paar namen op je afvuren. En jij moet dan de ranking raden van de speler in kwestie. Ja? Oké. Okay. En ik beloof dat jij ooit zeker ook bij Double Top mag langskomen. Bij deze al beloofd. Oké, okay, dames en heren. Hier gaan we. Eerste naam die ik op je afvuur is Gary Anderson. Niet geplaatst voor het EK. Ik ga je dat nu al zeggen. Dus Rune gaat nu als eerste naam Gary Anderson zijn positie raden. Het ding is, de plaatsen die je ernaast zit, dat zijn minpunten. Dus je moet zo min mogelijk minpunten scoren. Ja? Gary Anderson. Op welke plaats staat hij op de Order of Merit? 28? Ik ga dat hier noteren op mijn blaadje. 28. We hebben de volgende naam, de laatste Eurotour won, en dat is Ricardo Pietrescu. Dat is geen makkelijke, dat geef ik toe. 35. Oké. Ik noteer 35 dus, zeg je. Dan iemand die het WK dreigt te missen, ondanks een redelijk hoge ranking, vind ik. Alan Souttar. Dus ik geef al een klein voorzetje, dus probeer te denken en gaat het WK missen op dit moment? 33 zeg je? Oké. Okay. Dan één verrassende winnaar in de laatste vloertoernooien tot nu toe, de Pool Radek Shaganski. Dat is de moeilijkste van allemaal. Veronderstel dat hij nog redelijk laag staat. Hè? 87. En dan hebben we nog de titelverdediger voor komend weekend op het EK, Ross Smit. Ah, die stond 17. 17 zegt hij. Oké, okay. Rune, we gaan eens overlopen. Gary Anderson, jij had hem op plaats 28 gezet. Gary Anderson staat op dit moment op de Order of Merit nummer 20. Dus dat is min 8. Dan, dames en heren, Ricardo Pietrescu. Jij hebt hem op plaats 35 gezet op de Order of Merit. Hij staat op plaats 47. Dus dat betekent min 12 punten. Dat valt op zich nog allemaal mee, hoor. Bijvoorbeeld Kim Huibrechts. Kim, die heeft het erger gedaan. En dan, dames en heren, de eerste persoon die iemand zijn Order of Merit plaats juist heeft. Want Alan Souttar, plaats 33 op de wereldranking. Dus daar een mooie nul. Is tevreden met een nul, Rune. Ja, ja. Zeg dat tegen leerkrachten op school. Radek Shaganski, moeilijk. Je had hem op 87 gezet, nummer 73 van de wereld geworden. Dus op zich vind ik dat eigenlijk nog vrij mooi, want dat is dus min 14 punten. En dan hebben we Ross Smit, eigenlijk ook een hele goede gok van jou, want die staat op plaats 16 en jij hebt hem op plaats 17 gezet. Dus dat maakt min 8, min 12 is min 20, min 14 is min 34, is dus min 35. Ik ken de ranking niet volledig uit het hoofd, maar we gaan dat nu op jullie scherm tonen. En ik veronderstel dat jij redelijk hoog staat, vriend. Dus vrij goed gedaan. Proficiat, Rune. Bedankt dat je wou inspringen voor Erik Larijs om deze quiz te doen. En dames en heren, deze jongen gaan we zeker later ook nog eens uitnodigen in Double Top. Daar gaan we nog van horen. Dankjewel, Rune.